Hey, je staat in de rij bij de coffeeshop. Nog even snel halen voordat het tot 6 april dicht is? Ja, dat hoorde ik dus ook net vanmiddag. Dus ik dacht even snel hier naartoe. Dus ja, weet je, als ik toch in quarantaine moet zitten, dan ja, moeten we iets te doen hebben. Ja. En je bent niet alleen? Hè? Nee, zeker niet. Hoeveel shoppers zijn er in Hilversum? 6, 7. Ja, allemaal zo'n rij. Dus dat, ja, dat zegt wel wat. Ga je nu ook extra inslaan? Ja, tuurlijk. Ja, het is verzekerheid. Je weet niet tot hoe laat, hoe lang het dicht blijft. Het is allemaal super onvoorspelbaar. Ja, dus, in die 3 weken. Ja, dus daarom. Ik rook normaal niet, maar ja, die 3 weken moet je toch wat te doen hebben. Hè? Het is een bak met tijd natuurlijk. Dus ik sta lekker in de rij. Schrok je ervan dat om half zes bekendgemaakt werd dat het allemaal dicht ging? Ja, ik schrok er heel erg van. Ik werk zelf in een restaurant. Nou, die gaat ook dicht. Ja, het is heel raar. Het is onwennig. Apart. Ja. Wat gaan jullie nu doen? Ik denk gamen en ja, gewoon toch wel een beetje feestjes alsnog organiseren. Gewoon thuis. Klein. Met een goede joint erbij? Ja, nou, misschien, wie weet. Een beetje een wijntje, een biertje. We gaan het zien. Een beeld zonder de joint de komende weken, dat is een spookbeeld? Dan gaat het allemaal heel lang duren, denk ik. Ja, nee, daarom. We moeten iets te doen hebben.